staan vanavond in het Burgerweeshuis en jullie hebben er al eerder gestaan. Wat zijn jullie ervaringen met het Burgerweeshuis? Goed eten. Ja, goed eten. En druk ook. En vanavond eten? Helemaal, hoorde ik. Het eten is goed, ja. Als er een liedje op de radio gedraaid wordt op 3FM, dan gaat het natuurlijk, dan komen er mensen die je van dat liedje kennen en niet per se van de plaat. En dat merk je dan wel een beetje. Dan wordt er misschien bij de andere nummers wordt er een beetje gepraat. En, als dan I Apologize komt, dan is het, hey, die kennen we. Maar goed, dat heeft elke band, denk ik, die op de radio gedraaid wordt. Bewaren jullie I Apologize voor het laatst of wordt die wel ergens midden in de set gespeeld? Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Het is kokschijm. Jullie hebben net een kleedkamerconcert gegeven. Doen jullie dat vaker? Nee, we hebben dat in de vorige tour op een gegeven moment wel een keer of 5-6 gedaan. En waarom hebben we dat toen eigenlijk gedaan? Was een Het is leuk. Het was bij acties van de zalen dat mensen kaartjes konden winnen en een kleedkamerconcert of zo. Nou, dat zo. En nu weet ik eigenlijk niet waarom we het doen. Het was een leuk idee. Van iemand. Iemand had een goed idee. Ja, dat was het. We hebben wel veel in-stores gedaan.